Ja, nou ja, het idee was gewoon het publiek te laten zien dat hackers best leuke mensen zijn. En om ook aan hackers te laten zien. Even wat drinken hoor. Do you know anything about HackTalk? For what? Good morning. You have been in suspension for 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ja, die zit er in de ring, maar dat vind ik wel goed werk, want dan ziet iedereen wie de baas is. Iemand van reclassering naar me toe. Chris, ik heb een aantal veroordeelde criminelen. Wat moeten we ermee? Hou je een beetje van dit soort muziek? Of je... Nee, niet echt. Nee. Oké. Nou, sorry daarvoor. Maar dat... Iets te hard voor mij. Ja. Nee, dit hoort ook bij jouw taakstraf. Hè? Dus, en de muziek is daar onderdeel van. ik vraag gewoon even recht voor zijn raap. Wat heb je gedaan? Ik heb in principe mijn schoolsite gehackt en daar cijfers veranderd van bijna heel veel mensen in ieder geval. Oké. Of bijvoorbeeld door een drop device in een netwerk te plaatsen. Een Raspberry Pi die dus mee kan kijken op je netwerk wat iemand aan het doen is. Ja, ik ben bijvoorbeeld een keer met iemand van sales gegaan, die speelde mijn vader. Was echt hilarisch. Wat zo doen echte criminelen is ook natuurlijk. Ja, ze zijn ook onderschatte meisjes. Ja. Ik had wel de website gehackt. Dat begon eigenlijk heel simpel met een blind XSS. Je gaf aan dat je de credentials uit de database had gehaald. Ja. Neem aan dat die wachtwoorden gehashed waren, of niet? Ja, MD5. Oké. Ja, ja. Kijk, sleutels die zijn natuurlijk heel makkelijk na te maken. Maar een slot namaken, dat is een stukje moeilijk. Ik heb hier twee sleutels. Eentje haal ik eraf. Die hou ik. Dit is mijn authenticatiemiddel. Leef je de ketting. Zo. Kijk. Strak. Ja, precies. Heel strak. Kijk. Voel je een beetje comfortabel zo? Ja hoor, ik vind het mooi. Het roze slot. Kijk. Hoe gaat de toekomst eruit? Hartelijk applaus.